ga nu wat zoeken. Zoeken via het zoekkolommetje op de homepage. Ik ben op zoek naar dierentuinen en wel dierentuin Artis. Je ziet dat als ik begin met schrijven, de zoekmachine automatisch mijn zoekterm al begint aan te vullen. En dat kan soms heel handig zijn. We kiezen Artis en drukken op zoek. De diverse resultaten uit alle bronnen komen nu omhoog. Het kunnen filmpjes zijn, herkennend aan dit icoontje. Het kunnen tekstdocumenten zijn, te herkennen aan dit icoontje. Of fotografie, te herkennen aan dit icoontje. Door te dubbelklikken komt u op een bepaald fragment terecht. In dit geval is dat een foto uit het Nationaal Archief van het Vogelhuis in Artis. De informatie over het omhoog gehaalde zoekresultaat kunt u direct naast het artikel vinden. Om weer terug te gaan naar alle andere bronnen, klikt u hier op terug. Je kunt ook nog de zoekresultaten sorteren op relevantie, op titel of op datum. U ziet ook hier rechts precies hoeveel er van welk fragment terug te vinden zijn. Hij laat in eerste instantie al uw zoekresultaten zien van alle bronnen, maar u kunt dat ook verfijnen door alleen de video's op te vragen of alleen de artikelen of iets te zoeken binnen een bepaalde collectie.